Het team Brandveilig Leven van de Veiligheidsregio Haaglanden organiseert activiteiten om zo de bewustwording op het gebied van brandveiligheid bij onze inwoners en bezoekers te verhogen. Jong geleerd is oud gedaan. Goede voorlichting is daarom al op jonge leeftijd noodzakelijk. Op scholen geven wij les over brand, hoe je het kan voorkomen en wat je moet doen als er brand ontstaat. Een van de activiteiten om de veiligheid in de leefomgeving te vergroten is de woningcheck. Een medewerker van de brandweer kijkt samen met een bewoner naar een aantal brandveiligheidspunten in de woning. En adviseert wanneer er zaken verbeterd kunnen worden. Het brandweerinformatiecentrum is dé plek waar basisschoolleerlingen van groep 8 leren over brandveiligheid in een moderne interactieve setting. Als we de kinderen op jonge leeftijd al bewust maken van brandveiligheid, nemen ze dat hun hele leven mee. Evenementen zijn een mooie gelegenheid om de burgers op straat kennis te laten maken met het brandweerwerk. En tegelijk voorlichting te geven over brandgevaren, zoals hoe te handelen als de vlam in de pan slaat. Naast ons vaste programma over brandveiligheid biedt de VRH in samenspraak met scholen maatwerkprogramma's op het gebied van veiligheid. Een van de programma's is dat kinderen leren wat ze kunnen doen om er een veilige stranddag van te maken, want de zee is niet zonder gevaren. Door voorlichting vanuit onze deskundigheid hopen we op een gedragsverandering met als doel de veiligheid in de leefomgeving te vergroten. Want voorkomen is beter dan genezen.